Mirjay Reitsma uit Emmeloord is derde geworden in het eindklassement van het marathonschaatsen om de KNSB Cup. Tijdens de finale wedstrijd in Alkmaar gisteravond heeft ze haar bronzen medaille veiliggesteld. Ik was vandaag echt verdedigend aan het werk. Ik stond derde en ik had 10 punten voorsprong op nummer 4, Danielle Beckering. En ja, de kans is gewoon aanwezig dat je 10 punten in een wedstrijd verliest. Dus ik dacht, ik gok er gewoon helemaal niet op. Ik ga gewoon alleen maar op haar letten. En dat heb ik gedaan. Dus het was op zich voor mij wel een saaie wedstrijd. Maar ja, op die manier heb ik wel gewoon mijn derde plek behouden. Doordat Reitsma een sterk team achter zich had staan, kon ze zo goed presteren. Dat was vandaag gewoon ook heel duidelijk vooraf. Was gewoon echt de opdracht. We krijgen eigenlijk nooit een opdracht mee, maar vandaag was echt de opdracht. De derde plek van Mirjay houden. En daar hebben we gewoon echt met z'n allen voor gereden. In het marathonschaatsen is er ook nog een andere competitie. De Ascent Cup. Tijdens deze wedstrijden, die in december werden gereden, werd Reitsma zevende. Ja, het is ten eerste een hele andere competitie doordat er veel tussensprints zijn. En ten tweede heb ik één wedstrijd gemist doordat ik een World Cup reed. En ik ben één keer gevallen. En dan mis je al zoveel punten dat een top 3 er gewoon niet meer in zat. En toen dacht ik, nou, dan laat ik het klassement ook los. En dan ga ik gewoon puur voor dagoverwinningen. En daarin heb ik 2 dagoverwinningen gehaald. Dus in die zin is de Ascent Cup voor mij ook geslaagd geweest. Winnares bij de dames was Elma de Vries.